Welkom bij deze eerste grammaticales. Als je wilt kun je de ondertiteling aanzetten zodat je deze video in je moedertaal kunt volgen. Ook kun je de Nederlandse tekst in de beschrijving vinden. In deze video beginnen we met de basis van het Nederlands. Aan het einde van deze video ken je de volgende begrippen: zinnen, woorden, letters, het alfabet, twee klanken, zinsdelen, het woordenboek. Nadat ik alles voor deze les uitgelegd heb, volgt er een quiz waarmee je kunt kijken of je alles snapt. Zin, woord, letter. Frederica eet een appel. Dit is een zin. In deze zin zitten vier woorden. Frederica eet een appel. En dit zijn de letters van deze zin. Er zitten twintig letters in deze zin. Deze letters komen allemaal uit het alfabet. Het alfabet bestaat uit zesentwintig verschillende letters. A. B. C. D. E. F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Elke letter kan klein geschreven worden of met een hoofdletter. De klinkers. Het Nederlands heeft vijf klinkers: A, E, I, O, U. De andere letters zijn de medeklinkers. In de zin. Frederica eet een appel. Zitten tien klinkers. We gaan door met de twee klanken. Van de vijf klinkers a, e, i, o, u kun je twee klanken maken, namelijk au, au, ei, ei. Eu, I, Oe, Ui. De twee klanken au en au klinken hetzelfde. En ook de twee klanken ei en ei klinken hetzelfde. De schrijfwijze is alleen anders. Bij elke twee klank laat ik nu een woord horen waar deze twee klank in zit. Au, auto, au, auto, au, koud, au, koud, ei, meisje, ei meisje ei ijsje, ei ijsje, ei europa ei europa i mier i mier u ku u ku Ui, uil, ui, uil, uil. We gaan door met de zinsdelen. Een zinsdeel is een stukje zin met een bepaalde functie. Bijvoorbeeld een plaats of tijd. In deze les laat ik jullie alleen kennis maken met dit begrip. En geef ik vier voorbeelden. Als je dit nu niet begrijpt, is het geen probleem. De eerste zin: Frederica eet een appel. De zinsdelen van deze zin zijn: Frederica eet een appel. De volgende zin. De kinderen eten een boterham. Als je deze zin in zinsdelen zou verdelen, dan krijg je de kinderen eten een boterham. Het derde voorbeeld. Jij leert Nederlands. Als je deze zin zou verdelen, dan krijg je jij. Leert Nederlands. Het laatste voorbeeld: De man loopt buiten. Als je deze zin in zinsdelen zou verdelen, dan krijg je: De man loopt buiten. We gaan het nu hebben over het woordenboek. De volgorde van de letters van het alfabet zijn hiervoor belangrijk. Dus: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Deze volgorde heb je nodig om woorden op te kunnen zoeken in het woordenboek. Mocht je gebruik maken van een digitaal woordenboek, dan doet de computer dit zelf. Maar gebruik je een papieren versie? Dan leer je nu hoe je woorden kunt opzoeken. Het woordenboek begint met de woorden die beginnen met een a en eindigt met de woorden die beginnen met een z. We gaan nu naar een aantal woorden kijken om te zien welk woord van de twee eerder in het woordenboek voorkomt. Bijvoorbeeld de woorden raam en staan. Je kijkt naar de eerste letter van de woorden, de R en de S. Dan zie je dat raam eerder in het woordenboek voorkomt dan staan. De volgende: Brood en Adem. Je kijkt weer naar de eerste letter van de woorden, de B en de A. Dan zie je dat adem eerder in het woordenboek voorkomt dan brood. Het volgende voorbeeld: circus en wasmachine. Het gaat dus om de C en de W. De C komt eerder voor in het alfabet dan de W. Dus circus staat eerder in het woordenboek dan wasmachine. Stoel en tafel S en T. De S komt eerder voor in het alfabet. Zebra en quiz Z en Q. De Q komt eerder voor in het alfabet. Gratis en Nederland G en N. De G komt eerder voor in het alfabet. En dan nu de quiz. Wat is dit? Kies uit zin, woord en letter. De kinderen spelen buiten. Dit is een zin. Kinderen. Dit is een woord. De hond blaft. Dit is een zin. L. Dit is een letter. Eten. Dit is een woord. Hoi. Dit is een woord. Wat is dit? Kies uit klinker of medeklinker. B. Dit is een medeklinker. I. Dit is een klinker. Z. Dit is een medeklinker. J. Dit is een medeklinker. U. Dit is een klinker. R. Dit is een medeklinker. E. Dit is een klinker. Dan gaan we door naar de twee Welke twee klank hoor je? Eijje. Je hoort de ei eisje mier I mier ku u ku ey ey uil en dan tot slot het woordenboek Welk woord van de twee komt eerder voor in het woordenboek? Banaan of huis? De B komt eerder voor in het woordenboek, dus banaan. Koe of lamp? K of L? De K komt eerder voor in het woordenboek. Dus koe. Papier of tissue. De P komt eerder voor in het woordenboek. Computer of kanarie. C of K. De C komt eerder voor in het woordenboek. Toetsenbord of hand, T of H. De H komt eerder voor in het woordenboek. Dit is het einde van les 1. Goed gedaan. Tot de volgende les.